Wauw, jullie zijn hier met z'n allen met groot getal. Applaus voor jezelf, bedankt. Ja, het maakt altijd echt een groot verschil als we met z'n allen op zondag hier zijn. God aanbidden voor wie die is, wat hij in je leven gedaan heeft. Of waar hij hem simpelweg nog voor nodig heeft. Want iedereen heeft zo zijn uitdagingen, nietwaar? Fantastisch, want kerk mag weer gezien worden in Nederland. Ik las laatst een artikel in het NOS. Er stond dat per dag verlaten 267 mensen de kerk. Per dag. De meeste tussen zes plankjes. Maar er komt niks bij. En elke week als we hier kerk zijn en ook echt God aanbidden, en er komen weer jonge mensen of jonge generaties bij, dan maken we echt een verschil in Nederland. Niet alleen voor God, niet alleen voor zijn kerk, maar met name voor mensen, want God brengt leven. Daarom zitten we in de serie Always Fresh. Omdat Gods principes en zijn waarheden leven in overvloed geven. En dat is waarom kerk zo belangrijk is. Daarom kunnen we niet zonder elkaar. En we zijn een serie gestart met het feit dat het allemaal begint bij God. Het draait allemaal om hem. We hebben gezien dat hij van ons houdt, de wereld maakte, dat hij bovenal voor jou hield. En als we nog twijfelen, hoeven we alleen maar naar het kruis te kijken, dan weten we dat God van ons houdt, want hij stierf voor jou, om te laten zien, ik hou van jou. De week later hebben we gezien dat het fantastisch is dat God je heeft gevuld met gaven, talenten, heeft een heel leven gegeven. En hoe cool het is om elkaar te dienen. In je gezin, je vader, je moeder, je kids. Maar met name in de kerk, om je gaven en talenten echt in te zetten, zodat God het kan vermenigvuldigen. En we als kerk echt machtig positief invulling kunnen geven en positief invloed kunnen hebben op onze omgeving. Vorige week hebben we gekeken naar echte vriendschappen, hoe we dat op diepere lagen kunnen krijgen. En ik hoop echt dat je verfrist bent in deze serie. En echt die waarheden die God in zijn woord heeft, stuk voor stuk in je leven plant. Want het zijn deze basisdingen waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest, dat als je ze in je leven integreert en plant, maken ze echt een verschil voor jezelf en voor de mensen om je heen. Vandaag gaan we het hebben over de kracht van altijd hetzelfde. Wie houdt van altijd hetzelfde? Goedemorgen, ik totaal niet. Als ik naar mijn werk ga, ga ik de ochtend ga ik zo en de andere de avond ga ik zo terug. Want ik kan nooit hetzelfde hebben. Ik moet altijd weer afwisseling hebben. En dat we afwisseling hebben is goed, want we zijn uiteindelijk gewoontedieren, toch? Wie staat er 's morgens voor de spiegel? Wie stond er vanochtend hier? Zo, een stukje. Als ik alles weer goed zit, ja. Ik stond vanochtend hier, mevrouw kan het zeggen, er zitten hier altijd van die haartjes, die groeien harder dan aan deze kant. En dat moet altijd weer goed zitten. We zijn altijd bezig, dan de poetsen. Wie begint er ook altijd links, zo, die kant. En dan rechts, ja. En dan naar beneden, zonnepoetsen, zonnepoetsen, ja, heel belangrijk. We zijn echt gewoontedieren. Nou, kijk, een kam, ik heb veel haar, maar ik heb hem niet nodig. Ik doe gewoon, hup, wassen, gel erin. Is cool, hè? Misschien denk ik, ja, ik moet wel de schijning goed bij mijn kids, bij mijn dochter. Mijn vrouw was van de week de hele week weg, dus ik moet op het hele gezin passen. En ik vind kids, weet je, met name dochters, haar moet altijd waanzinnig zitten. Nou, de oudste hoef ik gelukkig niet meer te doen. Kan echt helemaal strak met een kam. De middelste is krullen, dus ik doe eerst water, dan krulspul, noem ik het, krulspul. En dan gaat de gel in. En dan zit het echt, woe, amazing. En bij de jongste gaat er van het lotion in. Raak je dat? En dan helemaal erin, dat het echt lekker nat is. En dan echt met een borstel. Ja. Dat het echt, dat als je op school komt, dat die ouders zeggen, je bent toch een papa? Ja, dat klopt, maar het moet wel goed zitten. En we zijn echt gewoontedieren van heb ik jou daar. Wie nog meer Nivea-fan? Ja, Nivea. Ja, oh yes. Ja. Dit is niet de beste, hè. Je moet die Pearl hebben. Die is echt het lekkerst. Ja. En hoe kunnen we zonder deootjes, toch? Hè, de kracht van gewoonte. We doen al deze dingen bijna elke ochtend, als je haar hebt. Maar we hebben het niet eens door. En dat zorgt ervoor of je... Kijk, misschien zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar ik doe het allemaal niet. Nee, maar dat is ook echt aan te zien. Sorry. En maar als je dat soort dingen wel doet, dan zeg je, oh, dit is wat positief aan je. Cool. We zijn zo ongelooflijk bezig met gewoontes. Dus gewoontes vinden we eigenlijk saai. Elke dag neem je misschien naar je werk. Misschien elke dag dit doen. Misschien elke dag voor je kinderen zorgen. Misschien als je, net zoals ik de hele week met kinderen thuis gezeten. Weet je wat mijn grootste ergernis is? Elke dag het hele huis opruimen. En dat 3 keer per dag. Bij ons moeten 3 keer per dag zuigen. Ontbijt, lunch en avondeten. Gaat helemaal nergens over, toch? Matthijs, gaat helemaal nergens over. Hè? Verschrikkelijk. Maar de kracht van gewoonte is zo ontzettend powerful, dat als we goede gewoontes in ons leven hebben, doorbreken ze de meest slechte gewoontes of ervaringen in het leven. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want God wil maar 1 ding in je leven. Wil God dat je karakter groeit of dat je comfort hebt? Wie is voor comfort? Oh, jullie zijn met me eens dat God karakter wil bouwen.
Ja, God wil in dit leven dat je karakter bouwt. Waarom? Omdat als ons karakter meer wordt zoals hem, worden we God. Nee, toch? Nee, we worden goddelijk. Laten we naar een vers kijken. In Genesis is dat altijd zijn bedoeling geweest. Daar staat, laten wij, zei God, mensen maken die ons evenbeeld zijn en die op ons lijken. Wij lijken op God. Het is altijd al zijn bedoeling geweest dat jij op God zou lijken. Aan de buitenkant of in de binnenkant? Ja, weet je, we zijn allemaal mensen, dus we hebben allemaal wel menselijke karakteristieken, toch? Dus we zijn daarin wel verschillend van elkaar, maar uiteindelijk zijn we allemaal ongeveer hetzelfde, we zijn mens. Met name, zegt God, wil ik dat je lijkt aan de binnenkant je karakter op God. Nou, toen de zondeval daar nog niet was, waren wij toen perfect in ons karakter? Leken we toen helemaal op God, maximaal liefhebbend, maximaal met een ander bezig, maximaal God aan het aanbidden, maximaal elkaar aan het dienen en maximaal op God lijkend? Was dat toen zo? Voor de zondeval, ja, wel degelijk. Want de zondeval had nog niet plaatsgevonden. Kijk, na de zondeval is alles minder geworden. Hè? Dat zie je ook elke ochtend in de spiegel. Dat je denkt, van, nou, het wordt er niet beter op, toch? Ja, dat is wat het is. Dat is de zondeval. Maar wil niet zeggen dat als we geboren worden, lijken we dan in karakter op God of hebben we dan nog heel veel te leren? Oké, kijk naar je kinderen en je weet het antwoord. Toch? Als ik mijn kinderen zie, weet je, als het gaat om vrijgevigheid, om liefhebben, dan hebben ze aardig wat te leren. Dat is hoe de wereld in elkaar zit. En dat is precies waar we het vandaag over hebben. Wat voor gewoontes moeten we in ons leven integreren, zodat we, als we die gewoontes aan het doen zijn, dat ons leven elke dag geschuurd en gepolijst wordt, zodat we meer en meer op God gaan lijken? Hoe cool is dat? Wie heeft er profijt van? Als je op God gaat lijken? No. Wie zou er een goddelijke partner willen hebben? No. Nou, dan weten we wel opeens wel wat er allemaal moet veranderen. Hè? Ja, precies. En dat is precies wat God wil, dat hij ook bij jou verandert. Want God is ook jouw partner, toch? En weet God wat hij precies wilt veranderen in jouw karakter? Zodat je meer op hem gaat lijken? Wie is er als eerste, heeft er dan profijt van? Als je op God gaat lijken. Nou? Ja, zit je jezelf niet meer dwars? Is een groot voordeel, hè, als je de dag moet beginnen. Dat je jezelf niet meer dwars zit. Oké, wie heeft er daarna het meeste voordeel van? Ja, je partner, je kids, je gezin, je werk, whatever. Weet je, het begint bij jezelf en het heeft enorme invloed op de mensen om je heen, waar je ook bent. Laten we naar een ander fantastisch vers kijken. Er staat, laten we trouw zijn aan de waarheid. Waar vinden we waarheid? Gods woord, precies. En van elkaar houden. Want op die manier gaan we steeds meer op Christus lijken. We hebben dus waarheid in ons leven nodig om op God te gaan lijken. De waarheid vind je in de Bijbel. We moeten dus echt op zoek naar waarheid. Als je hier bent op zondag, ben je eigenlijk op zoek naar waarheid. Wat heeft de Bijbel over dit topic te vertellen? En wat zou ik in mijn leven moeten integreren om meer op Jezus te gaan lijken? Daarom moeten we, zegt Paulus, doeners van het woord worden. Want als we luisteren, als we Gods woord horen op zondag of lezen door de week in je tijd met God, en we gaan het ook echt doen, pas dan heeft het een enorme power om ons leven te veranderen. Iemand was ziek geweest, medicijnen gekregen en dacht je van nou, laat maar. Doet het niet. Met Gods woord precies hetzelfde. Het heeft zo'n enorme power, maar pas als we het gaan doen, we gaan het integreren, worden we er beter van. Daarom heeft het ook helemaal geen zin om voorgangers of als kerk of als leiders mensen te verplichten om dingen te gaan doen zoals ze dat eeuwen aan het doen zijn. Waarom heeft het geen zin? 1, mensen hebben eigen wil, toch? En als je daar wil blijven waar je bent, be mij. Guess. Maar God zegt, je moet verder groeien. Je moet doorgroeien. Want dan kan God je voor elk goed, groot doel gebruiken in het leven. Het heeft zoveel positieve effecten voor alleen jezelf. Laat staan voor je omgeving. Nou, wie houdt er van baby's? Ah, schattig. Ja, Mike is zwanger, kan elk moment eruit komen. Dan denk je ook van, ah, schattig. Wie heeft er kinderen gehad? Nou, die zijn ook allemaal baby's geweest. Schattig. Wat nou als jouw baby voor altijd baby zou blijven? Is het dan altijd schattig? Dat is een duidelijk antwoord. Als we problemen hebben met mensen om ons heen, wat is dan het issue? Ze zijn ergens blijven steken in hun
Ja, hoe je het ook bent of verkeerd. En we hebben er allemaal een tikje van, toch? Want we hebben allemaal wel, zijn we misschien al blijven steken. Maar we kunnen doorgroeien. En groei is het sleutelwoord vandaag. God wil dat je doorgroeit. Nou, om te groeien hebben we dus waarheid nodig in Gods woord. Maar wat hebben we ook nodig? Mensen. Je hebt mensen nodig. Kunnen mensen een hele sterke spiegel zijn? Mijn vrouw is ook een hele sterke, powerful spiegel. Is leuk, joh. Not. Die kunnen zeggen, hey, maar Arie, je bent zo altijd on fire op zondag. En weet je dat dat zo goed te vertellen? Maar hoe doe je dan dit punt praktisch? Dankjewel, schat. I love you. Dat is wat het is. We hebben echt mensen nodig. En God wil dat we zo meer op hem gaan lijken. En wat heb je daarvoor nodig? Hoe lang heb je daarvoor nodig? De rest van je leven. Ja, precies. Om echt meer op hem te gaan lijken. Nou, Jezus wil dus dat we op hem gaan lijken. Wie is het rolmodel? Ben ik het rolmodel? Ben jij het rolmodel? Jezus is het rolmodel, toch? En we kunnen zoveel van hem leren dat we op hem gaan lijken hoe hij dingen deed. En als je daarom de Bijbel leest, dan zie je hoe hij op bepaalde dingen reageert en hoe hij daarmee omgaat. Daarom moeten we die Bijbel lezen. Nou, als we het hebben over woorden zoals Jezus, hebben we maar over één ding. Dat is een moeilijk woord. Karakter. En de vraag is, hoe is jouw karakter? Waarvan weet jij nu van jezelf, ja, daar moet ik eigenlijk aan werken? Is niet goed of fout? Als je weet waar je moet werken, dan kan je stappen nemen om meer op Jezus te gelijken. Hoe cool is dat? Dat is wat Jezus ontzettend graag wilt. En Romeinen 8 het volgende. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft God je al lang gekend voordat je geboren werd? Ja, precies. Heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden? Hoe cool is dat? En de vraag is, hoe bewust ben je en hoe bewust zijn we aan het werken aan ons karakter, zodat we meer en meer op Jezus gaan lijken? Nou, wie is er echt heel bewust bezig? Morgenochtend. Niet zo. Maar hoe cool is het als we zo bewust in het leven staan en elke dag een beetje meer op Jezus gaan lijken en dat mensen op een gegeven moment het verschil gaan maken. Dat mensen zeggen, wat is er met jou aan de hand? Wat zeg je dan? Ja, ik wil worden meer zoals Jezus, zodat je echt een verschil kunt maken. Nou, waar moeten we beginnen? En we weten, zegt Romeinen, dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Alles is? Alles. Wie is wel eens pijn in zijn leven? Wil God dat gebruiken? Wie is wel eens problemen in zijn leven? Kan God dat gebruiken? Wie heeft er wel eens door mensen niet zo goed behandeld? Kan God dat gebruiken? God kan alles gebruiken. Kan God ook het goede gebruiken in je leven? Ja, maar dat is easy toch? Ja. God kan alles gebruiken om je te vormen. Als er problemen, verleiding of fouten en pijn in je leven komen, is dat pijnlijk voor jou? Wil God je daarin iets leren? Wel degelijk. Maar God is de grootste specialist in dit soort dingen. Want God kan mensen laten kruisigen zoals zijn eigen zoon. Maar wat kan hij nog meer? Is dat een probleem? Kruisiging? Wat was de oplossing? Jezus stond op uit de dood. Dus jouw grootste issues, jouw grootste problemen in je leven, kan God echt iets bijzonders mee doen. Nou, wat we vandaag ook moeten leren is, wie houdt er van het woord zonde? Niemand. Ik hou van het woord zonde. We zijn allemaal zondig, toch? Niemand is perfect. En wat we moeten snappen is, je kunt op twee manieren zondigen. Ik help je een beetje hoe je kunt zondigen. Goed? Ik weet niet of een goed voorbeeld is een voorganger, maar ik help je vandaag om te leren hoe je op twee manieren kunt zondigen. Oké. De eerste manier is, je kunt actief zondigen. Oké, je loopt straks buiten, je komt iemand tegen, je vindt niet cool in het verkeer, je stopt, je loopt naar voren, slaat zijn ruit in en je geeft een klap in zijn bek. Is dat actief zondigen? Ja, is dat goed of niet goed? Dat is geen instinct, dat is niet goed. Dat is niet goed, daar moet je duidelijk in zijn. Oké, dat is niet goed. Nou, als je je inbeelding zo'n beetje vermogen een beetje gebruikt, dan kun je wel heel veel van dat soort dingen verzinnen wat je nog meer zou kunnen doen, toch? Ja, oké. Dat is actief dingen fout doen, actief zondigen. Doe je zoiets heel vaak? Ja, ik hoop het niet. Dit is een andere manier van zondigen, en dat heet passief zondigen. Oftewel, passief dingen nalaten. Je kan actief dingen fout doen. Wat we niet zo heel vaak doen, denk ik. In ieder geval niet bewust. Maar je kunt ook passief zondigen. Je kunt dingen laten. Als je je kind nooit lief hebt. Is dat fout? Is dat zondig? Heeft dat een enorm gevolg voor je kind?
Welke zonden zijn eerder zichtbaar? Actief of passief? De actieve zijn altijd zondag. Hey, je geeft iemand een klap in zijn bek, die gaat huilen, je steekt iemand neer, die is dood. Weet je? Laten we even zo zwart-wit zijn. De actieve zonden zijn zo duidelijk zichtbaar. Is dat ons issue als christenen? Het issue ligt altijd bij de passie. Wat laten we na? Oké. We hebben heel veel goede gewoontes. Wie houdt er van eten? Ontbijten? Ja, oké. Dacht ik al. Jullie dachten, waar gaat dit heen? Waar gaat het heen? Oké. Nou, wie is er wel eens met zijn gewicht bezig? Ja. Is het issue dat we actief de hele dag verkeerd aan het eten zijn? Alles vet, alles frikandellen, alles mayonaise? Is dat het issue? Denk het niet, hè? Denk het niet. Is het issue dat we passief dingen nalaten? Met andere woorden, dat we net iets gezonder zouden moeten eten? Dat we net iets meer zouden moeten bewegen? Is dat het issue? Dat is het issue, hè? En dat is precies waar we het vandaag over hebben. Hoe gaan we met dingen om die in ons leven komen? Nou, er zijn drie dingen in ons leven waar we qua gewoonte goed of fout mee omgaan. Drie dingen. Het eerste is, wie heeft er wel eens problemen in zijn leven? Kan je goed of fout mee omgaan? Wie heeft er wel eens verleiding in zijn leven? Ja, als mensen dit kopen, moet je niet doen, joh. Gewoon geen chips eten. Dit is Doritos Russian Roulette. Ja. Maakt er iemand wel eens een fout? Ja. Doen mensen wel eens iets fout in jouw omgeving? Ja? Denk ik wel, hè? De vraag is, hoe gaan we hier gewoonlijk, wat is jouw gewoonte om met problemen, verleiding en fout om te gaan? Als we hier goed mee omgaan, bouwt het ons karakter extreem goed? Of het breekt ons karakter en onze persoonlijkheid af en worden zuur en bitter? Iedereen heeft problemen, verleiding en fout in zijn leven, toch? Er zijn mensen, overigens niet de meerderheid, die als dat in hun leven krijgen, die worden sterker, meer liefhebbend, die worden groter, sterker en machtiger. Omdat ze ervoor kiezen. De meeste mensen die worden bitter, zuur, akelig. Je wilt niet met ze omgaan. Ken je die mensen? Het zijn die andere mensen buiten deze. Maar weet je, jullie zijn natuurlijk hartstikke lief. Oké, laten we hierop focussen. Als eerste, waar komen problemen vandaan? Weet je, problemen waarvan je denkt van, ja, ik heb zelf alles goed gedaan, mensen om me heen ook, maar toch zit ik hier op zo'n kruispunt waar dingen fout gaan. Waar komen problemen vandaan, dat soort problemen? God. Want die is altijd bezig met jouw karakter. Brengt hij dan soms testen in je leven om je karakter te vormen? Wie houdt er van problemen? Ik hou van problemen. Want het vormt mijn karakter als dat mijn gewoonte is om er goed mee om te gaan. Oké, waar komen verleidingen vandaan? Easy. God of de duivel? Duivel. God verleidt nooit. Hij kan toelaten, maar hij verleidt nooit. Alle verleiding komt bij de boze vandaan. Wie maakt er wel eens fouten? Ik, precies. Iedereen maakt fouten en de mensen om je heen ook. Nou, de vraag is, hoe kunnen we hier mee omgaan? Misschien zeg je, nog nooit zo gezien. Maar als we met deze dingen, die ons leven vaak vormen positief of juist heel snel afbreken, een gewoonte gaan creëren om hier positief mee om te gaan, heeft dat een enorm positief effect op jouw leven? Ga je dan meer op Jezus lijken als we weten hoe we problemen, verleidingen en fouten moeten weerstaan? Denk het wel. Oké, laten we daar dus naar kijken. Dus God wil jouw karakter vormen, gebruikt dus problemen, verleiding en fouten en nog heel veel dingen. Maar vandaag gaan we daar naar kijken op deze manier. En hij wil dat je er positief mee omgaat. Alleen, we moeten dus zo positief ermee bezig zijn, zo bewust mee omgaan, dat we elke dag bewust moeten zijn. God, Jezus, ik wil aan het eind van de dag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, meer op u lijken. Heb je zo'n attitude hier diep van binnen om meer op Jezus te gaan lijken? Het is niet goed of fout als je het wel of niet hebt. God wilt, hebben we vandaag gehoord, dat is de waarheid, zijn waarheid, dat je meer op hem gaat lijken. Want jij plukt daar de vruchten van. Jij gaat meer op hem lijken. Je kan daarmee goed en fantastisch gebruikt worden door onze fantastische God. Zullen we dat gebed nu bidden? Dat we echt gewoon het verlangen hebben dat de Heilige Geest ons ergens aanraakt.
dat we echt een diep verlangen hebben om meer op hem te gelijken. Heer, dank u wel voor dit topic. Dank u wel dat we allemaal problemen, verleiding en fouten in ons leven hebben. Hier in deze wereld is dat de normaalste zaak van de wereld. Heer, maar of we daar met een positief gewoonte mee omgaan, bepaalt of we opgebouwd worden of juist afgebroken. Hier en hier, nu, vandaag willen we een statement maken. Wij willen meer worden zoals u. We eren daar niet alleen maar we plukken daar zelf zoveel vruchten van. Om echt te genieten van het leven hier op deze wereld. Laat staan de invloed die we hebben op de mensen om ons heen. Verander ons. Heilige Geest, laat vandaag mij iets zien waar ik kan beginnen. Om meer op u te gaan lijken, Jezus. Amen. Ready? Oké. Okay. Eerste gedachte. God gebruikt problemen dus in je leven om hem te leren vertrouwen. Nou, hem is God. God wil dat je hem vertrouwt. Wat is je eerste reactie als er problemen in je leven komen? Nou? Oh, ik ben het er niet mee eens. Zoiets? Of misschien, er is een probleem in mijn leven, ik weet niet wat ik moet doen. Of zeg je, problemen, God kan alles aan, toch? God kan alles veranderen in mijn leven. Is dat een keus, bewust of onbewust? We moeten leren, als er problemen komen, te zien, elk issue te zien, dat God onder controle is en dat hij problemen in je leven geeft om je karakter te vormen. Romeinen zegt het volgende, en dat niet alleen, we prijzen onszelfs gelukkig, woe, onder alle woe, ellende, woe. Is cool, hè? Ja. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Dat volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop leidt. Ga je zo met problemen om? Woe! Wie wil er zo mee omgaan? Ik denk dat als we zo met problemen omgaan, woe! Dat er echt iets verandert in ons hoofd en ons hart. Want dan zien we kansen, dan zien we iets wat God in het doen is aan ons leven. Wie is er, misschien zijn er die mensen zoals ik, weet je, dan sta je in de file, of de mensen rijden weer niet door, weet je. Ik ben zo'n doorrijder, gewoon niet hard, maar gewoon wel doorrijden, weet je. Dan hebben we die slome duikelaars, weet je. Word je daar een beetje gefrustreerd van? Is dat een probleem die je zelf niet gecreëerd hebt? Maar misschien stuurt God wel voortdurend van die mensen op jou weg. Wat heb je dan te leren? Ja, precies. Zijn er nog meer van dat soort dingen in je leven? Dat je denkt van ja, daar kan ik niks doen, maar het komt wel voortdurend op mijn pad. Wat wil God jou leren, denk je vandaag? Laten we anders kijken naar problemen in ons leven. Je kan wel voortdurend zeggen, ja, maar die en mijn vader en mijn moeder en het verleden. Nee, laten we kijken, hey, hoe kan dit probleem mij laten groeien en meer laten lijken op Jezus? Dat is wat we moeten leren. Pas als we dit begrijpen, dat God elke dag met ons karakter bezig is, pas dan gaan we snappen wat problemen, verleidingen en fouten in ons leven positief kunnen losmaken. Want laten we eerlijk zijn, hoeveel mensen worden door problemen, verleidingen en fouten totaal afgebrand en zijn totaal niet meer productief en genieten totaal niet meer van het leven? Is dat Gods doel voor je leven? Totaal niet. Dus als we hier anders naar gaan kijken, verandert er dan heel veel. In je gezin, op je werk, bij je collega's, bij die irriterende, frustrerende mensen in je leven. Dat is wat het is. Oké. Okay. Nou, Jezus had precies dezelfde issues, toch? Ja, laten we lezen wat er in Markus staat. Ze kwamen bij de plek Gethsemane heette en hij zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus, Johannes met zich mee, de drie beste buddies van Jezus. Hij voelde zich onrustig en angstig geworden en zei tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd. Je hebt wel eens meegemaakt? Jezus ook, en hij kent jouw gevoelens. Blijf hier waken. Nu komt het belangrijkste. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad. Dat dit uur zo snel mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Iemand had voor gebed ook wel eens gebeden? Of misschien niet gebeden, maar wel gewenst? Hey, neem dit van me weg. Moet je dat altijd doen? Tuurlijk, kan God dat? Ja. Tenzij die iets met je van plan is en iets aan je wilt schaven. Is niet cool. Is niet leuk. Maar dat is wat een echte vader doet. Hij zei, Abba Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Als er problemen en verleidingen en fouten in je leven kunt en je kunt dit gebed bidden, Heer, niet wij mij wil, maar u wil. En je geeft gehoor aan wat God wil in je leven. Groeit dat je karakter positief? Wel degelijk. Kunnen we zo anders omgaan met problemen van onze collega's, problemen met onze werknemers, problemen met onze kinderen, problemen met wie dan ook?
Alles wordt anders. Wat zou je hiervoor kunnen gebruiken in je leven? Nou, heb een tijd met God waarin je dit soort dingen uitschreeuwt. God, het doet pijn, maar niet mijn wil, maar uw wil. Het tweede is, houd een geestelijk dagboek bij. Zijn wij mensen nogal vergetelijk? Vergeetachtig? Ja. Volk Israël. Kijk naar het volk Israël. God doet de ene dag iets bijzonders, volgende dag. Ik kan het niet. We zijn zo menselijk. En als je dingen begint op te schrijven, dan zie je, ja, maar God heeft me daar geholpen. En hij heeft me daar geholpen. En hij heeft me daar geholpen. En ik maak nu een issue van dit issue. Hou een geestelijk dagboek bij. En het laatste is, als je door problemen gaat, denk aan de beloning. Het is soms hard om ergens heen te gaan. Het is soms hard om dingen te leren. Het is soms hard om echt aan jezelf te werken. Maar je wordt er beter van. Oké, laten we naar de tweede gedachte kijken. Het heeft alles te maken met verleiding. Wie wil eens te maken met verleiding? We hebben allemaal te maken met verleiding, hoe je het ook bent of keert. Nou, wat is verleiding? En waar komt verleiding vandaan? Nou, we hebben net gehoord, verleiding komt van de boze. Altijd, niet één uitgezonderd, ook nooit. Nou, God verleidt dus nooit. Nooit, nooit, nooit. Werd Jezus verleid? Wel degelijk. Waar werd hij verleid? Ja, onder andere in de woestijn. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef te worden gesteld. Nou, hebben we allemaal wel eens zo'n woestijn? Waarin je verleid wordt, dat het droog is. En wat is nu jouw, misschien jouw woestijn? Ja, je voelt God niet en je wordt verleid tot dit en je wordt verleid tot dat en je wordt verleid tot zus en je wordt verleid tot zo. Dat is de vertaling. Dankjewel. Dat is wat we moeten weten. Nou, wat we moeten weten is, het is geen zonde als je wordt verleid. Verleiding is in deze wereld, kun je niet uitschakelen. Verleiding in je leven kun je niet uitschakelen. Het tweede wat we moeten weten is, je kunt niet voorkomen dat je verleid wordt. Je kunt het wel opzoeken, dat is wat anders. Nee, je kunt die zak chips kopen, je kunt die chocola kopen, je kunt het opzoeken. Maar je kunt het niet voorkomen, het is er altijd. Het derde wat we moeten weten is, iedereen wordt verleid op dezelfde manier. Sommige mensen zeggen, goh, ik vind de duivel zo creatief hoe die me nu weer verleid heeft. De duivel is niet zo heel creatief hoor, hij doet altijd dezelfde dingen. En met welke drie dingen heeft het al te maken? Het zijn altijd dezelfde drie dingen. In de basis. Trots. Seks en geld. Dat zijn altijd de topics. Ah ja, nee, weet je, doe het gewoon voor jezelf. En laat je kinderen gewoon even lekker zijn ding doen. Gewoon voor jezelf leven. Weet je, gewoon voor jezelf. Trots. Het tweede is seks. Ah, weet je, gewoon een beetje hier en daar, een beetje op de scheef. Maakt allemaal niet zo uit. God, dat je clean bent. Dat je jezelf kunt beheersen, dat je sterk bent. En geld is altijd een issue. Daarom zegt God, geef. Geef. Ik liep gisteren, mijn vrouw kwam thuis en ik dacht van ja, weet je, ik moet een paar plantjes vervangen, want dat vind ik altijd leuk, doen we ze een beetje elk jaar, want we zijn niet zo heel goed met plantjes. En we waren bij het tuincentrum en ik betrapte mezelf op het volgende. Ik liep daar zo rond en ik zag allemaal van die coole dingen. En ik zei altijd, toen ik jong was, zeg maar 16, ik heb een groot huis, een fantastisch mooie vrouw met grote borsten en een BMW. Nou, ik heb een fantastisch mooie vrouw. Die BMW is nooit geworden. En dat huis, ooit, weet je. En ik dacht, dat was een mooie gadget, mooie coole dingen. En ik liep daar en ik zag allemaal coole dingen. En ik zat mijn hoofd met van alles nog wat. Ook wat voor planten, wat voor dingen. Voornamelijk ook, okay, hoe kan ik nou meer geld krijgen voor kerk te bouwen? Ook, dus kunnen we een nieuwe kerk starten? Ik had zelfs vorige week nog iemand gevraagd. Die wilde een trailer verkopen voor 3.500 euro. Of je hem niet kon doneren, weet je. Dus allemaal mogelijk. En toen dacht ik, waarom word ik niet meer aangetrokken door al die coole dingen bij het tuincentrum? Ik schrok daar zelf van. Ik denk, waar is je grote huis in je BMW met je alle coole gadgets? Omdat we geleerd hebben, omdat ik geleerd om mijn focus ergens anders op te hebben. Geld is geld en doe met geld waanzinnige dingen, zodat het echt mensenlevens weer verandert. Doe daar iets moois mee. Oké, de laatste is, verleidingen zijn een goede manier om sterke keuzes te maken. Elke verleiding kan je twee keuzes maken, toch? Ik ga me laten verleiden of ik ga wat doen wat God van me vraagt. En elke keer als je doet wat God van je vraagt, wat gebeurt er dan? Ga je meer op hem lijken. Je gaat meer op hem lijken. Je gaat zijn karakter weer spiegelen. Je gaat zijn waarde, zijn moreel ga je weer spiegelen. Zodat je echt vrij wordt van de verleidingen ook in je leven. Zodat je echt sterk staat als persoon. Dat is wat God wil. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Als eerste Gods woord. Lees het, ken het en pas het toe. Moet dat? Je moet helemaal niks.
kunnen we zonder die waarheden in Gods woord? Ik kan niet zonder deze celebration elke week om waarheden te horen. Ik kan niet zonder Gods woord te lezen en die waarheden in mijn leven. We kunnen niet zonder waarheid. Dat is ons egoïstische trots issue. Trots, seks, geld. We denken dat we zonder God en zonder waarheid kunnen. We kunnen niet zonder waarheid. Lees dat woord. Het tweede is, blijf gefocust op goede gedachten. We hebben allemaal gedachte-issues. Je bent geen uitzondering. Maar we kunnen leren ons gedachten vorm te geven, richting te geven, sterk te maken. Wat heb je daar nog meer voor nodig? Een geestelijke partner en een small group. Wanneer je dat soort dingen kunt uiten, dat je dingen kunt zeggen, dan kom je erachter, het is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld dat ik dit soort gekke dingen denk. Ik denk ook wel eens hele gekke dingen. En als we het zeggen, als we het uiten. Ik dacht dat ik de enige was. Jij hebt het ook altijd. Nah. Is zo verhelderend. Je kunt niet zonder. Laten we naar de derde en laatste gedachte van deze ochtend kijken. God gebruikt onze fouten om ons vergeving te laten ervaren. Wie maakt er fouten? Iedereen maakt fouten. Of ze nou groot of klein zijn. Iedereen maakt fouten. Maken mensen om ons heen wel eens fouten die jou raken? Tuurlijk. God is de laatste die zich zorgen maakt als jij een fout maakt. Maar de eerste die jouw pijn voelt als we dingen gedaan hebben die ons raken. God houdt van jou op een manier die je niet kunt bevatten, niet kunt begrijpen, niet kunt ervaren. En alles wat je jezelf fout doet, voelt God de meeste pijn in je leven. Maar hij is de eerste die je vergeeft. Waarom? Omdat hij wil dat als je fout maakt, voelt, niet weet alleen, voelt wat echte vergeving is. Als jij een vergeving vraagt, gaat God dan nadenken, een beetje de tijd nemen om je te laten voelen hoe slecht je bent? Of vergeeft hij gelijk? Hij vergeeft je gelijk. Wat doen wij? Het was zo fout. Ik had het anders moeten doen. Allemaal goede gedachten, toch? Maar het eerste wat God wil dat we ervaren is echte, diepe, innerlijke vergeving. Moeten we dat leren om te ervaren? Moeten we leren te vergeven aan anderen? Wel degelijk. Jezus moest het ook leren. Er staat het volgende in Matthäus. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe naar Jezus aan het kruis en dreven de spot met hem. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Kom van het kruis af. Je zei toch dat je na 3 dagen weer zou opstaan? Weet je, wat is nou het issue? Precies zo beschimpte hem de misdadiger naast hem. Die met hem gekruisigd waren. We doen dit elkaar altijd aan. Of het nou zo groot en heftig is, boeit niet, toch? Wat was Jezus' reactie? En misschien weten we het hier, maar laten we het proberen te voelen. Jezus zei, Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Wij denken vaak, we weten alles. Het valt allemaal wel mee. En ik hoef dit niet zo nauw te nemen, want het komt wel goed. En God zegt, neem het wel nauw. Duik in dat woord. Ga naar die celebration. Ga naar die small group. Marineer jezelf elke dag weer in die waarheid. Dat is het enige wat je hier doet als je elke zondag hier komt. God, ik wil uw waarheid, heb ik nodig. Dat is de reden waarom ik hier sta. En of ik nou met jullie hier zit of niet, ik sta hier. I don't care. Serieus, I don't care. Ik heb waarheid nodig. Maar ik denk dat we allemaal waarheid nodig hebben. En diep, diep, diep in onze ziel leren te vergeven. Doen wij andere mensen fout? Doen wij andere mensen pijn?
Wat als we elkaar voortdurend pijn doen en elkaar nooit vergeven? Wat voor wereld leven we dan? Is dat hemel of hel? Ik noem dat hel. En je zegt, leer te vergeven. Is dat het moeilijkste wat er is als het om karakter gaat? Wel eens in de spiegel kijken en hoe moeilijk vind jij het om te vergeven? Toen mevrouw en ik trouwden, ik heb tegen mevrouw gezegd, schat, ik hou altijd van je. En met name als jij voor het eerst fout zit en ik zeg het vandaag weer, wil ik de eerste zijn die een stap zet om je te vergeven. Waarom? Omdat Jezus mij eerst vergaf en lief had. Is het moeilijkste om over je hart in te krijgen. Is het moeilijkste om in je krachten te krijgen. Maar God wil het zo ontzettend graag. Nou, wat zijn gewoonten om met fouten om te gaan? Het eerste is, onthoud hoeveel God mij vergeven heeft. Misschien is het goed om een keer stil te zijn deze week. Weet je, als je terugkijkt in je leven, weet je, wat zijn nou de blunders die je gemaakt hebt? Wat zijn de blunders die je recent gemaakt hebt? Wat heb je nagelaten te doen voor jou, Jezus? Hou je met heel je hart en alles wat je hebt. In woorden en daden. Zet je je gaven en talenten in. Voor de mensen om je heen en voor zijn kerk. Hou je echt van de mensen in je smallgroep? Of ben je zo'n zure zeurder en zeikerd? Laat niet na de dingen te doen die God voor ons vraagt. En voel je er nooit schuldig over. Schuld is van de boze. God zegt, dit is de waarheid. Je kan dit anders doen, doe het. Schuld is altijd van de boze. Maar als de Heilige Geest iets jou laat zien en zegt, vandaag gaan we dit anders doen. Schrijf het op en doe het. En je leven wordt voor altijd anders. Het volgende is, God heeft alles onder controle. Heeft God de wereld en het universum onder controle? Nou, jullie durven geen ja te zeggen natuurlijk. Want ja, dan moet je ook ja zeggen tegen de issues in jouw leven, toch? We houden soms zo vast aan pijn. Aan het mensen die ons pijn gedaan hebben. Laat het los. Breng die pijn en die fout en die schuld. Wat jij fout gedaan hebt en anderen jou. Bij Jezus, vergeef ze. Ik laat die persoon los. We houden soms zo lang vast aan dat soort dingen. En die persoon is het al lang vergeten. En wij zeggen, die persoon heeft me zo pijn gedaan. En we blijven maar, en we blijven maar, en we blijven maar. En God zegt, leer te vergeven. Voor een ander of voor jezelf? Voor jezelf. Hij wil dat je vrij bent in alles wat je doet. En de laatste is het meest lastig. Verhoog je pijngrens. Nou, niet fysiek, maar geestelijk. Er staat het volgende vers. Want wat God aan zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft, zal hij ook ons geven. Had Jezus pijn? Werd Jezus verzocht? Had Jezus problemen? Had Jezus verleiding? Had Jezus fouten? Moest hij leren om mensen te vergeven? Moest hij leren met verleiding om te gaan? Moest hij leren om op God te vertrouwen als er problemen kwamen? Wel degelijk. En als we dat kunnen, wat pijnlijk is, karaktervormen is pijnlijk, worden we meer zoals Jezus. Ik heb maar één wens vandaag. Voor mezelf en voor jullie. En God heeft maar één wens vandaag. Dat ons karakter meer wordt zoals Hem. Want het eert Hem. Het geeft Hem alle glorie. Dat is een oud scheidwoord, toch? Alle glorie als jij meer op Jezus gaat lijken. Verdient Hij dat? Ik denk het wel. En wat zijn topics waarvan je denkt, van, hey, dat is wat ik vandaag aangesproken voel. Of waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Dus God... En de Heilige Geest iets laat zien. Schrijf het vandaag op. Neem één topic uit deze message. En zeg, God, hier ga ik deze week maar aan de slag. En het verandert je leven voor altijd. Zullen we samen bidden? Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u van me houdt. Dank u wel dat we problemen, verleiding en fouten in ons leven hebben. Problemen om u als eerste erover te vertellen wat ons zorgen maakt. En het los te laten en echt op u te vertrouwen. Dat u doet wat u kan doen, als wij doen wat wij moeten doen. En dank u wel dat u ons verleiding geeft. Dat we daarin sterke keuzes kunnen maken. Dank u wel dat de boze niet zo creatief is en altijd op dezelfde manieren komt. Help ons om scherp te zijn als het gaat om trots en seks en geld. En dat elke keer als we een sterke keuze maken voor u, ons karakter meer wordt zoals u. We willen anders omgaan met deze dingen vanaf vandaag. Omdat het onze gewoonten wordt.
om altijd zo met problemen en verleidingen om te gaan. Heer, en als we zelf fouten maken, het kruis te gaan. Dan zeg je, Jezus, vergeef me. Te weten, te vertrouwen dat het voor altijd weg is. Bedekt onder uw kostbaar bloed. Heer, maar het moeilijkste is dat als mensen ons pijn doen. We leren de gewoonte te hebben snel te vergeven. Niet per se voor die ander, maar voor ons. U wil niet dat we gevangen zitten in schuld, gevangen zitten in boosheid, gevangen zitten in bitterheid. U wilt dat we groeien, bloeien, ons karakter volmaakt wordt. Goddelijk. Zodat we voor altijd, als we bij u zijn, kunnen genieten van alle comfort van de wereld. Maar hier, u alle eer willen geven. Om elke dag meer en meer op u te lijken. Dank u wel voor wie u bent. En dank u wel voor problemen, verleiding en fouten in ons leven. Amen.